Jullie werken nu natuurlijk allebei voor PSV, maar voor wie juichen jullie zondag? Ik ben wel voor PSV. Ja? Ik ben vanaf 98 in Eindhoven gewoond, tussendoor in het buitenland geweest. Maar altijd huis in Eindhoven gehouden. En nu is mijn vijfde jaar of zesde jaar als een jeugdtrainer. Dus dat, ik merk het wel dat ik langzamerhand ben ik wel echt fan van de club geworden. En, maar ook ja, ik vind wel Feyenoord een mooie club. Dus dat op zich vind ik wel leuk om Feyenoord te volgen. En ook een jaartje daar gespeeld. Dus dat op zich. Het is gewoon zo, bij PSV is het zo'n warme club. Ja. Daar voelt, dan zie je wel, Jonas komt van Finland op. Dat is gewoon een warme club, die nemen jou op en die laat je in principe niet meer los. Of je moet er zelf, dat is gewoon top geregeld alles. Ja. In onze carrière heb ik eigenlijk alles te danken aan PSV. En daar heb ik 3 jaar Feyenoord gezeten. En, ja, fantastische club, super veel leuke dingen meegemaakt, ook een stuk minder leuke dingen meegemaakt. Maar ja, als je dan puur gaat vragen van welke club zit in jouw hart of welke club hoop je dat je wint. Ja, het is voor mij wel moeilijk. Maar... Het is om het even. Ja, in principe wel. Ik heb wel langer bij PSV gezeten. Ik heb daar meer en meer bereikt. Dan zou ik eerder neigen naar PSV. Maar ja, Feyenoord is ook zo'n geweldige club. Maar goed, ik ben al heel mijn leven zeker al bij PSV. Dus ja, dan zou je gewoon eerder voor PSV kiezen. Ja. Maar dat is niet gek toch? Nee, denk ik ook niet. Ja, precies. En als je gewoon zo lang bij PSV gezeten hebt, dat geldt voor jou, Jonas. Dat geldt ook voor Theo. Ja, als je daar gewoon de meeste binding mee hebt, dan. Dan snap je wel dat je het meest naartoe neigt. Theo zat 3 jaar bij Feyenoord. Je hebt een jaartje daar gezeten. Kan je beschrijven de situatie dat je toen bij Feyenoord binnenkwam? Hoe was de situatie? Eigenlijk was het, ik had een heel goede seizoen. Ik kwam terug vanuit Engeland naar Nederland. Heb ik een jaar bij Arrow gespeeld. Heel goede seizoen. Erwin Koeman had mij gebeld dat ik heb eigenlijk echt een speler nodig die, ja, ik kan jou geen basisplaats garanderen, maar ik heb echt een jongen nodig die als hij nou een hele wedstrijd speelt of een 2 minuten dat hij volop gaat. Dus dat opzicht, ja, dan heb ik Feyenoord gekozen. Maar was aan de ene kant een heel mooi jaar, aan de andere kant was het heel moeilijk en qua voetbal hebben wij niet dat kunnen bereiken wat wij wouden en ja, dan, ja. Want op sportief, het was boeizamer, als ik het zo mag zeggen. Ja. En ook, dat was heel moeizaam. Ja. En bestuurlijk was er ook wel een en ander aan de hand met Jurie van Eerik. Niet alleen bestuurlijk, financieel. Financieel ook zeker. Financieel zat de club aan de grond. Het was rommelen, alle kanten op was rommelen. Dus aan alle kanten. Sports waren zich tegen de bestuur aan het keren. Het rommelde gewoon. Het was gewoon echt na elke wedstrijd, of we zijn begonnen of verloren, waren er rellen rondom het stadion. Dus het was gewoon echt een bende eigenlijk. En toen ging Kuyt en Kalou ook nog eens een keer weg. De twee sterspelers van. Dus dat was voor Feyenoord een aderlating. Die kregen ze wel wat geld binnen. Maar uiteindelijk haal je voor dat geld geen spelers terug van dat kaliber. Ja. En wat was het na de eerste competitiewedstrijd? Ging Kuyt weg, dus dan komt het wel aan. Net voor de eerste competitiewedstrijd. Net voor, dus dan. Tegen Groningen deed hij al niet meer mee, klopt. Ja, toen kreeg ik de vraag of ik aanvoerder wilde worden. Ja, kijk, als je aanvoerder kunt worden van zo'n club, dan zeg je geen nee. Alleen achteraf weet ik niet of dat mijn beste keuze is geweest, omdat het zo'n verschrikkelijk moeilijk jaar was. We hebben inderdaad, bij Jonas zegt, niet bereikt wat we wilden bereiken. Want als je Feyenoord bent, wil je meedoen aan de prijzen. Maar gezien ons elftal, en dan wil ik niet negatief overkomen, maar was dat niet reëel. Als ik kijk naar Ajax en PSV dat jaar, wat die aan kwaliteit op het veld hadden staan en wij, vond ik het niet reëel om daaraan te denken. Maar ja, vanuit PSV supporters gedachten, of Feyenoord supporters, die verlangen altijd een prijs. Ja. En ook of het nou wel of niet reëel is. Nou goed, uiteindelijk kregen we nog een noodaankoop met Gary Steas in de spits. Ja, hoe was die transfer? Nou goed, van Ajax naar Feyenoord. Oké. Normaal gesproken is het een gewoon transfer. Maar ja, die jongen komt van Ajax af. Stond niet echt bekend om onze vele goals. En is heel ongelukkig allemaal. En er valt niet in goede aarde bij de sporters. Het rommelde al. Dan ga je een jongen van Ajax halen die dan Dirk Kuyt moet vervangen.
de publieksheld van Feyenoord. Dus ja, dan wordt het alleen nog rommeliger. Dus ja, het werd er niet beter van. En Gary Steers kon er echt niks aan doen. Die speelde echt, die deed elke wedstrijd zijn best, voetbalde goed. Ja. Had regelmatig een assist, regelmatig een goal, maar ja, die kon het gewoon nooit goed doen bij die supporters. En ja, daar had de club zelf ook in moeten zien, vind ik. Dat zo'n jongen het bij de club nooit goed kan doen. Ook al schoor die 30 keer, had hij het nog niet goed kunnen doen. Maar jij was en nieuw bij de club en je werd meteen aanvoerder. Dan was er voor jou toch ook een extra druk? Ja, maar ik leg mezelf nooit druk op. Ik was wel wat gewend. En nou ja, kijk, je weet als je aanvoerder, als je daarop ingaat. Was je verbaasd toen ze jou als aanvoerder aanstelden? Toen Dirk wegging niet. Nee, en hij zegt eigenlijk genoeg. Hij zei meer over de kwaliteiten die wij toen in onze groep hadden dan over mijn aanvoederschap. Maar het is toch wel apart. Je hebt 8 jaar bij PSV gespeeld. Je komt nieuw bij Feyenoord. Nou, je stapt over naar een grote concurrent en je bent meteen aanvoerder. Ja, klopt. Erwin kende mij natuurlijk wel al 5 jaar van PSV. Dus je wist wel wat je aan mij had. Ik was natuurlijk, ik moest van mijn harde werker hebben en van mijn inzet en van mijn coaching en dat soort dingen. Dus wel een beetje een leidertype. Alleen, normaal gesproken, als je bij Feyenoord komt, inderdaad, voor je eerste jaar, behoor je niet aanvoerder te worden. Dat klopt. Maar ja, als Kuyt en Kalou weggaan en er blijven weinig andere keuzes over, ja, je krijgt die vraag. Ja. Zo veelzeggend over de situatie bij Feyenoord. Sowieso. Ja. Maar ja, goed, als je de aankopen ziet van Feyenoord die jaren. Kochten ze Philip Leonard, linksback. Zo. Kochten ze nog van AS Monaco. Nou jongen, die jongen die, met alle respect voor hem, maar ja, dat was gewoon geen top. En die jongen moest ook een aantal wedstrijden spelen. Nou ja, hadden wij, waar ik al zeg, met Gary Steas, Stijn Huizigums, die haalden ze nog. Nicky Hofs is het half seizoen geblesseerd geweest. We moesten met heel jonge spelers doen, met de Guzman op middenveld. Gini Wijnaldum debuteerde toen. Ver, die kwam er net bij. Royce die waren Drenthe. Heel jong toen. Allemaal 16, 17. Die kwamen allemaal bij onze groep. Want laten we de PSV Feyenoord van toen erbij pakken. Want dat doen we dan ook. Dat was de enige editie van PSV Feyenoord die jullie gezamenlijk speelden. Mm-hmm. Met Feyenoord, want jij bent een jaartje bij Feyenoord gebleven. Begin dan bij Feyenoord dan, want daar speelde je toen voor. Henk Timmer in de goal. Mm-hmm. Tindalli, Green, Saidi en Bahia waren de verdedigers tijdens die wedstrijd. En jij de iets te voorspelen volgens mij? Of? Ja, meestal speelde ik gewoon centraal achterin en dan Green rechtsback. Mm-hmm. Maar goed. Precies. En dan de andere drie middenvelders waren Buis, Hofs en de Guzman. Ja. Later nog Nederland zelf wel gehaald, inderdaad. Ja, maar dat is 8 jaar later, denk ik. Ach ja, een beetje die periode, rond de WK 2014, dat die echt ging doorbreken. Ja. Niet zin. En jij, Jonas, samen met Gijs Steeuws de aanvallers. Ja. Het was wel volgens mij, als je de verslagen zult terug, is een hele moeizame wedstrijd. Ook tegen PSV ook weer, dat jullie het heel lastig hadden. Ja, maar ja, dat hadden we elke week. Nee. Maar het elke respect, maar we hadden het elke week. Wij moesten elke week keihard knokken om punten binnen te halen. Ja. Mm-hmm. En anders dan hadden wij het gewoon elke wedstrijd heel erg moeilijk. Wij hadden niet de kwaliteit dat wij spelers hadden die even een wedstrijd gingen beslissen. Nee. Wij moesten het echt als team doen. En ja, uiteindelijk hebben we toen nog volgens mij net de play-offs gehaald. Alleen toen hebben we gelijk uitgeschakeld de Groningen, volgens mij. Ja, klopt. Met Leo Beenakker toen nog als interim. Ja, interim. We hadden ook alweer zoiets. Trainer Erwin stopte ermee. Nieuwe trainer erin. Ja. Toen hebben we nog een andere training gehad. Toen kwam Leo nog even om de na-competitie te leiden. Ja, het was zo'n moeilijk, rommelig jaar. Ja. Maar goed, de jaren daarna waren een stuk beter. We hebben de beker gewonnen. We speelden nog mee om kampioenschap het derde jaar van mij. Stonden we in de winterstop bovenaan. Ja, met Van Marwijk toen als coach. Met Van Marwijk, ja. Ja. Precies. Ja, toen hadden we het kunnen worden, maar ja, dat is achteraf.